super enthousiast over data. Dus je zou bijna kunnen zeggen een data-fetischist die alles meet, vergelijkt van zichzelf. En dan denk je, er gaat een hele hoop tijd in zitten. Nee, hij beweert dat door dat meten en vergelijken en verbeteren hij juist tijd bespaart. Quantified self noemen we dat. Meet- en regeltechniek in het dagelijks leven. Dames en heren, hartelijk applaus voor Joost Platel. Hey, Joost. Dankjewel, Chris. It's all yours. Dankjewel. Goedenavond allemaal. Ik ben wat de vreemde eend in de bijt. Ik heb namelijk niks met onderwijs te maken. Maar ik heb wel van alles te maken met QS. Quantified Self. Wie zegt iemand dat wat? Mag ik handen zien? Een 8, 9 mensen. Cool. Hoeveel sensors denken jullie dat ik om heb? 1. Die? Nee. 8. Iemand hoger? 20? 40. Ik gok er rond op, nou ja, ik denk 15 bijna om mijn polsen. En nog 25 in mijn zakken. Ze meten vaak wel hetzelfde. Accelerometers, staptellers en dat soort dingen. Maar ook hartslag, glijbaarheid van mijn huid. Al dat soort dingen. Eigenlijk meet ik dus een hele hoop van mezelf. Ik kan mijn telefoon uit mijn broekzak halen. Appje opstarten en dan daadwerkelijk mijn hartslag meten. Ik weet dat die nou hoger is, maar dat, goed, dat is leuk. Maar dan heb je dus een berg en een berg met data. Zoiets. Dit is wat hoor. Dit is ook data. Hebben jullie een idee wat dit is? Behalve een losse krabbel. Als ik zeg dat het van een computer vandaan komt, kunnen jullie dan al iets meer zeggen? Sorry? Nee. Het zijn mijn muisbewegingen. Gewoon dat je drukt op play en dan neemt hij dus je muisbewegingen op. Ik ben een Mac-gebruiker. Als je een Mac-gebruiker bent en je ziet dit, dan zou je iets moeten herkennen. Enig idee? Als Mac-gebruiker heb je onderin een dock met alle applicaties. En zoals je ziet gaat mijn muis er eigenlijk amper naartoe. Het is namelijk een onding, zo'n muis. Sneltoetsen werken veel en veel sneller. En ik kan het ook met bewijzen, met data, want ik heb dus een grafiek voor, waar het dus inderdaad elke keer naar onder gaat. En nu, sinds ik sneltoetsen ben gaan gebruiken, komt het dus achter dat ik met mijn muis veel minder bezig ben. Kortom, bespaart tijd. Al is het maar zo'n klein beetje. Als je dat een jaar lang doet, op een gegeven moment zit het gewoon in je spiergeheugen, dan bespaar je er al zo'n uur per jaar mee. Weinig, maar op lange termijn weer veel, veel meer. Vet. Nog zo'n vaag plaatje. Ja, wat is dit dan? Is geen DNA, al lijkt het er wel een beetje op. Eigenlijk ook niet, maar dit zijn mijn hersengolven. Ik heb het dan zo mooi gemaakt met mooie kleurtjes. En, want het moet er wel een beetje fancy uitzien natuurlijk. Anders zie je zo alleen maar zo'n lijntje heen en weer vliegen. Daar kan je niks mee. Maar elk streepje eigenlijk horizontaal, dat is 1 seconde. En als het, nou, je kan het nou waarschijnlijk heel slecht zien, maar je ziet af en toe dus hele korte periodes waarop het lichter wordt. Tenminste, je schijnt vlekken te zien als het ware. Nou, dat heeft te maken met de manier waarop je bijvoorbeeld dus dingen ziet. Of dat je dus als je je ogen dicht doet, opeens het patroon verandert. Kortom, dan wordt het opeens veel lichter. Ja, en dit kan je weer aan meditatieoefeningen koppelen. Dus je gaat dan mediteren en dan ga je dus kijken in hoeverre je hersengolven veranderen. Ja, dat lijkt gewoon leuk. Maar nou eens even een echte toepassing, oké? Iedereen slaapt als het goed is 1/3 van zijn leven. Een gezond mens slaapt 8 uur per dag. 1 uur min of meer dagen later. Wie van jullie slaapt er slecht? 1, 2, 3, 4. Een aantal mensen. Hebben jullie ook een idee hoe dat komt? Ik wel. Ik slaap gelukkig gezond hoor. Maar ik kan gewoon zelf met een band om mijn hoofd in slaap vallen en mijn eigen slaap meten. En wat je hierachter ziet, dus data van 2011. Ik heb wel meer recente data, maar dit is de mooiste om te laten zien. Dit heb ik namelijk allemaal zelf gebouwd. Maar je ziet hier 4 verschillende kleurtjes. Rood is wakker. Blauw is remslaap, rapid eye movement. Oranje is lichte slaap. En groen is diepe slaap. Nou, wat is daar nou interessant aan? Juist als je dingen probeert te leren, kijk je naar remslaap. Dat is namelijk
De slaap waarin je de hersenen het meest actief zijn in het verwerken en in het opslaan van allemaal dingen die je probeert in je hoofd te stoppen. Nou, dus dat wil je natuurlijk verbeteren. Ik heb gelukkig, en daar bof ik mee, buitengemiddelde remslaap. Ik heb ongeveer 50% meer remslaap dan een gemiddelde mens. Maar ik heb weer minder diepe slaap. Diepe slaap is interessant als je topsporter bent of hevig gedronken hebt. Dat zijn dingen waarbij je dus bijvoorbeeld... dat is een slaapfase waarin je eigenlijk je lichaam herstelt. Dus stel nou dat je enorm veel gedronken hebt op de avond. Dan is het interessant om te kijken in hoeverre jouw diepe slaap eigenlijk de rest van je slaapcycli beïnvloedt. Je kan het hier niet heel goed zien, helaas. Maar iedereen heeft een slaapcyclus van 1,5 uur. Als je geen slaapstoornis hebt. Dat soort kennis kan je gebruiken om je slaap een beetje te hacken. Ik slaap af en toe wel eens 3 uur of 4,5 uur per nacht. En waarom nou specifiek 3 en 4,5 uur? Als je dat een beetje timed, en vooral met zo'n slaapmonitor, die je dan ook precies op het goede moment kan wakker maken, kan je precies op een moment wakker worden waarop jij het meest plezierigst wakker wordt. Hebben jullie dat wel eens, dat je echt soms niet je bed uit te krijgen bent omdat je zo moe bent? Nou, heb ik af en toe ook, want dan doet dat ding het voor mij niet, dus er zit fouten. Maar heel vaak kan ik gewoon met zo'n apparaat mijn wekker zo timen dat ik precies op het goede moment wakker word. Poep, zo het bed uit. Nou, dat is, noem je nog eens een keer met het goede been het bed uitstap. Nog zoiets. Dit zijn mijn bloedwaardes. En nou hadden we het over privacy en data. Het lijkt een fetish, maar het valt best wel mee. Maar dit is data van mij. En als je het normaliter van een dokter krijgt, is het een lijst met getalletjes. Kan je niks mee. Als je er geen kennis van hebt, weet je niet of een getalletje omhoog moet of omlaag moet. Stom. Maar met zo'n grafiek, zoals je hierachter ziet, je kan precies zien dat mijn cholesterol kantje boord is. Dus die moet misschien naar de groene kant op. Kortom, die moet omlaag. Cholesterol weten de meeste mensen wel. Maar als ik zeg triglycerides, moeten die omhoog of omlaag? Who knows? Nu weet je het wel. Ja. En al die data wordt mogelijk gemaakt eigenlijk door verschillende sensoren. Ik noemde het al, ik heb er nou een hele hoop om. Ik zal ze even noemen. Een BASIS, dat is een horloge. Die meet hartslag continu. Zweet, dus hoeveel je huid glijdt als het ware. Temperatuur en ook beweging. Fitbit Flex meet ook beweging. Zit tevens ook een wekker in. Als je dan met z'n tweeën naast elkaar in bed slaapt met je partner, maar je wil niet wakker worden van andermans wekker. Zo'n dingetje is een oplossing. Dit is ook beweging. Dit is temperatuur en dit is ook beweging en vervolgens ook nog hartslag. Ik heb ook nog een stappenteller in mijn zak zitten. Het synchroniseert ook nog allemaal, dus het kost echt 2 vingers in de neus. Je zet je telefoon eens een keer aan en je zegt sync, 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 klaar. 10 minuten per dag, hoogstens. Hetzelfde geldt voor je slaap. Gaat allemaal automatisch. Waar gaat dat nou heen? Even kort. De Zio, dat is de slaapmonitor. Niet meer kopen, die is failliet, helaas. Jammer. Bovenste is een weegschaal, die twittert wat je weegt. Optioneel, hè? Hoeft niet. Maar je synct het wel met de cloud. Dat is leuk, want dan kan je dat vervolgens weer gaan koppelen aan je stappenteller. En met die stappenteller kan je vervolgens precies zien hoeveel calorieën je verbrandt. Want dat is deels afhankelijk van je gewicht en je lengte. Je lengte verandert niet zo snel, maar je gewicht wel. Ja, super interessant. De laatste, dat groene ding wat je ziet, dat is een bloeddrukmeter. Ik wist dat mijn hartslag te hoog was toen ik... Nou ja, te hoog. Het was hoger dan normaal. Ik heb daar tegenwoordig iets anders voor. Dit is een iPhone hoesje. En dan kan je gewoon je vingers opleggen en dan druk je op die app. En dan begint hij gewoon met het meten van je hartslag. Super relevant. Tenminste, vooral als je geïnteresseerd bent in hoeverre je dat kan verbeteren. Ik geef nou inmiddels wel vaker presentaties en elke keer zie je gewoon hoe dat verandert. En ook vooral als je dus ziet dat je bijvoorbeeld 15 minuten van tevoren heel erg zenuwachtig bent, 10 minuten nog meer, maar 5 minuten van tevoren maakt het eigenlijk helemaal niks meer uit. En dan is hij weer terug naar normaal. En dan als je het podium op moet, toch nog eventjes weer snel omhoog. Dat soort dingen zijn heel erg interessant, omdat dat data is die voorheen nooit zichtbaar was. Kortom, de Quantified Self maakt data zichtbaar die we eerst nog niet zagen. En ik wil jullie eigenlijk meenemen naar wat er ongeveer nog komen gaat. Wie van jullie weet niet wat dit is? Dit is Google Glass. Dit is een bril.
Alleen zit hij dan niet voor je ogen, hij zit iets hoger. En daar zit eigenlijk alles in. Als je bang bent dat leerlingen spiekbriefjes gaan maken, dan moet je ze vooral zo'n ding geven. Dan kan je gewoon met je ogen knipperen en dan maakt hij een foto. Dit heeft een hele hoop implicaties. Daar mag je allemaal privacy dingen over zeggen. Het is iets wat voorheen technisch heel moeilijk was om te maken. En nu is het er opeens. Dus mensen gaan er hoe dan ook een keertje mee aan de slag. Dit is nog vooral, zeg maar, je koopt dan één keer een device en dan ben je er. Dan heb je iets. Dit is al een stukje meer. Ik heb hem hier op mijn pols, dat is dit dingetje. Wat je ziet is eigenlijk een temperatuursensor, een bewegingssensor en een eenkanaals EEG of ECG. Voor de mensen die dat zeggen, dat is hartslag of hersengolven. Maar die dingen kosten $35 en €35, $50. En die koop je gewoon uit Taiwan en dan kan je zelf lekker mee gaan knutselen. Dat breidt eigenlijk voort op dit. Wie kent, van jullie kent de DIY movement, de do-it-yourself movement? 1 iemand, 2, 3. Ik zie wel wat handen. Als je denkt dat dit soort ontwikkelingen gewoon alleen door de grote jongens zoals Google kunnen worden gebouwd, heb je het mis. Dit soort sensoren, als die alleen maar goedkoper worden en opener, worden ze hoe dan ook kleiner, sneller en raken ze met steeds meer dingen verbonden. Ze gaan met elkaar praten, ze gaan slim communiceren. Het zijn gewoon ontwikkelingen die binnen nu en 5 jaar gewoon normaal worden. Door de jeugd, let wel. Ik hoop dat ze jullie meenemen. Ik loop zelf ook al achter, merk ik. Dus, dit is een Raspberry Pi. En dit is een computer die koop je voor £35. £25 zelfs heb je de goedkope, €15, ik weet het niet precies. Kost helemaal niks. Dat ding is zo groot als een creditcard, hè? Plug je een USB-kabel in, klaar, doet het. Heb je alles, heb je Linux, alle software draait erop. Dat is allemaal wat er gaande is. Terug naar de Quantified zelf. Dat gaat eigenlijk alleen maar over jezelf. Als je denkt dat dit een geringe beweging is voor mensen die inderdaad een fetish hebben. Het zijn wel bijna, dit is een oud screenshot, maar inmiddels zijn er meer dan 20.000 man die dan zo'n fetish hebben. Dat is wel een aardige hoeveelheid wereldwijd. 3 weken geleden hadden we de tweede conferentie in Europa. En in oktober staat de volgende gepland in San Francisco. Dank jullie wel.